Door een gebroken teen speelde Geert Arend Roorda dit seizoen nog geen minuut. Vanavond maakt de middenvelder zijn rentree bij het beloftenelftal. De ploeg van Jan de Jonge speelt vanavond thuis tegen Jong PSV. Heerenveen na een dikke 10 minuten in balbezit. Dit is Geert Arend Roorda met het eerste gevaar. Maar het schot met zijn linker is iets te zacht en makkelijk op te pakken door doelman Titon. Die dus bij PSV onder de lat staat. Dan de Eindhovenaren in de aanval. Wat heet? Een doelpunt. Na iets meer dan een kwartier spelen zet Jurgen Lucadia de Eindhovenaren op 1-0. En dan moet Heerenveen oppassen, want opnieuw PSV in de aanval. Maar dit keer ligt Jurjan Wouda uitstekend in de weg. En voorkomt hij dat PSV op 2-0 komt. Die corner die staat dan nog wel. Heerenveen krijgt die bal moeilijk weg. Dan wordt die bal nog eens ingebracht. En nog eens. En de paal. En dan belandt de bal uiteindelijk voor de voeten van Jason Bourdouche. En hij zet Jong PSV in de 27e minuut op 2-0. Tegenvaller voor Heerenveen, dat een maand geleden nog won van PSV in het bekertoernooi. Heerenveen ging door naar de kwartfinales. Dit is een van de spaarzame hoogtepunten van Heerenveen in de eerste helft. De ploeg speelt niet goed. En dit schot van Samir Vasli is natuurlijk veel en veel te zwak. PSV is beter de eerste helft. Een uitstekende redding is hier van Jurjan Wouda nodig op het schot van Lucadia. Geert Arend Roorda gaat naar de eerste helft naar de kant. Ron Jans is tevreden dat hij weer terug is. En we hopen hem binnenkort weer terug te zien bij het eerste elftal. Faisal Shayeste is zijn vervanger in de tweede helft. En ook Quinten Martinez komt in de ploeg voor Ernesto Simonsson om voor meer gevaar te zorgen. Quinten Martinez is hier voor het eerst in balbezit. Martinez legt de bal terug op Faisal Shayeste. Uitstekende uithaal van de middenvelder. En in de 53e minuut zet hij Heerenveen op 1-2. En dan heeft de ploeg nog een hele lange tijd om wat te doen aan die achterstand. Arsenio Valpoort nog vrij weinig gezien deze wedstrijd. Nu wel een goede actie. Legt die bal terug op Faisal Shayeste. Daar is hij weer. Maar nu schiet hij de bal naast. Maar zo begint Heerenveen toch een stuk overtuigender aan die tweede helft. Dit is Pelé van Anholt met een uitstekende mogelijkheid. Misschien had hij hem moeten terugleggen op Arsenio Valpoort. Maar van Anholt schiet zelf en over. Opnieuw Heerenveen, Youssef El Achewi met de vrije trap. Die belandt voor de voeten van Faisal Shayeste. Centimeters gaat het naast. Maar hij valt uitstekend in bij Heerenveen. Heerenveen probeert van alles. Maar dan brengt hij zichzelf in de problemen. Milan Kopic heeft een overtreding nodig. En met geel op zak is dat niet zo handig. Dit is zijn tweede. En dus moet Kopic er met rood af. En moet de ploeg van Jan de Jonge met 10 man door. En even later zelfs met 9, als ook Quinten Martinez geblesseerd naar de kant moet. Vrije trap PSV en dat gaat maar net over het doel. Ziet Marco Roelofsen, de trainer van de Eindhovenaren. In de slotfase van de wedstrijd, dan nog één keer Heerenveen. Alles of niks. Komt er nog een gelijkspel of gaat PSV er met de overwinning vandoor? Bal wordt teruggelegd. Op Samir Vasli doet dat heel handig. Vasli met het schot en dat gaat maar net naast. En zo blijft het dus 1-2. Maar bij Heerenveen is iedereen blij dat Geert Arend Roorda een succesvolle rentree heeft gemaakt. Hoe ging het? Ja, fysiek goed. Voetballend is er nog wel wat te winnen, maar dat is wel later zorg. Ja, je hebt de laatste tijd vaak meegetraind bij het beloftenteam. Was je hier echt aan toe, aan deze wedstrijd? Ja, ik was er klaar voor. Ik train nu al een tijdje mee inderdaad. Afgelopen week ook met de selectie meegetraind. Ja, ging heel goed, dus was wel rijp voor een wedstrijdje.